hadir aan. Dit gaan nou al so aan van het meneer weg is van middagete. Het is een huis van ontug hierdie. Die telefoon lui, juffrou Parker. Die telefoon, juffrou Parker. Ek sal hom aan. Jan Rademan en Kiet. Hoes, man. Jan Rademans kantoor, goeiemiddag. Net een oomlik. Juffrou Roos, gaan voort met jou werk. Nestlé, is daar die leer van meneer Greef gereed? Ja, bijna, man. Nou, voordat hierdie kantoor vanaand sluit met daar die leer gereed wees, en die contract moet getik wees, sonder foute. Hoe was die ete vanmiddag, meneer Rademan? Hallo, Kootie, ek wil nog vertel van hierdie Elsie mankies. Ek hoor sy wil haar man vermoor. Ja, en hy sê geloos, hy is te vet. Hy sê, hy sien kans vir 160 pond, wat hy vir 260 pond het. Maar hy het nou ander ene, want die is geloof blond. Nee, haar man is geloof dood in die pijn, en sy weet nie, die pijn. Pijn. P vir Pieter, I vir IJsland, en N vir... Pneumonia. En die kus... O, goeiemiddag, meneer, kan ek help? Ja, ek is Preller, David Preller. O, is meneer Rademan in? Net een oomblik. Wacht eens een beetje hoor, Kati. Hallo, Susanne, hier is een Preller om vir ou Rademan te sien. Ja. Hey, kijk. Hou Kati net zo oomblik, hoor. Net een oomblik, meneer Preller. Sit maar. Hallo, is jy nog daar? Ek jou wat sê, is hy nog geloof ander een, jong. Skeel my, skat, maar ons hem geloof al wat om een keer. Goeiemiddag, meneer Preller. Ja, ek is van Breiter en Bette begrafenisse beperk. Ek het maar net gekom om die contract te teken. Daar ek sien. Die kinders nie. Want ek sy eerste vrou, soms blij na die treurige moed. Teken hier, as. Toe laag gekryd in die kombuis op afgesnijmde broodpies nog. Ja, hy was toe moest juist by Elsie in die Kaap die... Wees jou hart nie, juffrou Parker. Dit was een broodmes met de saaglem, het was duidelijk in die hoofd te zien. Ach, mijn jy denk al hy maar ook kabaretsangeresie met die wit seikous. So papperige affaire, wie? Nee, jong, geef van my een broodmes of een revolver. Hoog weer, nee, man. Ek is hard en siel teen al geweest. Het is zo'n moesige affaire, man. En al die leidrade word toegespoeld. Ja, as daar nou klonkroeks is, daar is een Tommy Gun handig ding nie. Juffrou Parker, asseblief. Ek skiet toch, het ek hier raak geskiet, meneer Rademan. Ek gaan nou my kantoor deur toemaak, want ek het een belangrike contract om te stel. Wie my ook al soek, ek is nie hier nie. En juffrou, skakel asseblief my vrou. Want sy vir haar sy met maar so lang eet. Ek sal nie net uit jou om te kom aantrek. Seker, meneer Rademan. Ach, meneer Rademan, meneer moet eet, meneer, as ek siek word. Ek moet seker nie tyd om te eet nie. Juffrou Parker, my vrou. Ek kan nie help as dit besef is nie. Juffrou, as jy aanhou met jou persoonlike oproepe, ga jy die trekpas kry. Goed, meneer. Hallo, Kootie, is jy nog daar? Wacht, nie maar so met hierdie ou Bobby Jan met stuk kere gaan. Hy sê sy ou hond, blaf, vries ek maar buit niks. Maar wacht, ek net gauw sy ou wijfie bel oor hou aan. Hallo, mevrouw Rademan, het is Anne Parker hier, hoe gaan dit? Nee, heel te maal goed, dankie. Ach, mevrouw meneer het net gesê, ek moet skakel om te sê, hy sal ongelukkig een beetje laat wees. Ja. Dankie. Hallo, liefling. Jan werk geloof laat en is alleen. Telk is het nou die tijd om naar hom toe te gaan. Goed, dan kry ons het maar achter die rug. Mooi blij. Die bloody skelms.
Ek moet Pieter aflei, Goldilocks is dood van die dogs. Baai, hy wil hom nie vergeet van die stoei nie, hoor. En ons Pieter met jou skoeltrui van my kar is in. Ja, kry my som by Oletti se salon, hoor. Ok, baai. Kom my binnen. Rademan, so dat... Wel, ek goed is daar weer jy. Hè? Jokie, ek heb blijwies het bijgetrek. Ek die baas werk laat vanavond. Ah. Wat is het nou? Ek sien een body for breakfast wees by die keuzen. Dat is gloe sien in waar een man, een politieman, met een afgesaagde shotgun in die kop inskiet. Een filie van die dry cleaner sê dat mens een hele waardlimoen in die gat in kan steek. En hulle wees alles. Kom ons gaan. Ja, ek luister vanavond op die Facebook. Jy weet, ek luister ons al... Wacht, ek kom hier nou hoe waai. Het is nogal vroeg donker geworden, nee, meneer Rademan. Ek wonder of het gaan reen. Denk jy dit gaan reen, meneer Rademan? Waai, en hoe laat is het nou? Hoe is maar zo lang op die skeleer, meneer Rademan? Waai, ek raak iets in die rug. Nee, ek kom pietjes die doop wat af in die kantoor toe nie. Meneer Rademan? Meneer Rademan? Politie! Hallo? Hallo? Is dit die blikpatrollie? Wonderlijk. Nee, ek moet sê. Moord. Moord. Is een lijk, lijk. L-I-K, lijk. In die kantoor van meneer Jan Rademan, die prokureur. Ja. Wie is ek? Jy hoef jou stuiklik, hè? Ek is die telefoonis. O, maar beskom, meneer, ek voel een beetje naam. Mijn been is lam. Lam, M-A-L, lam, mag ik je beetje, nee, af mij. Sst, die respect voor die doos. Zo ja, nu voel ik beter. Dit een beetje water. Ja, mijn naam is Anne Parker. En ik werk in het kantoor van meneer Jan Rademan, die procureur. Ja, hij is een springbok, meneer, allemaal ken hem. Het omgekeerd. Nee, hy spring nie nou nie, hy hang. Wie sê ek? En Parker, jy ken hom ons al gesê. My adres, Celle 2 straat, nummer 8, kamer 34, kon sy verdien. En hoe kom nie? En wie sê so? Ek skree nie. Kijk so meer, ek gaan enige oomblik begin skree. En as en Parker skree, dan sal jy... Nee, hy slaap nie. Meer, jy en alle mens gesien wat slaap dit, met een koude blink dokse. Oeh. Waar hij moord plaatsgevonden heeft. Waar hij leek is. Slecht opgesmissen. Gesniffeld. Een doodsbleek.
Hij is de politie hier, juffrouw. Constabel Mani Mees, M-I-N-T-A-Z, van Veldhof, om Kaneels te zien. Is mijn plainclothes. Ach, Constabel, zal mijn jongen iets vreselijks het gebied. Een donker neer. Maak het zeer. Het heeft mij ook gesteerd. Nee, daar is Maxie. Maar wie is jij hier aan? Is die getuie. Getuie nummer 1. Ik heb gedacht, hier zie leek toe hier zo daar en zo omgedop. Ik heb flauw geworden. Ik is een sensitieve mens, nee. Gaaf. Waar is het? Die leek. Daar. Gaaf. Op je oor, man. Die oor is waar we toe weg zien gelijkie. Op die lesna. Hij is weg. Hier, ik zit hier, ik blijf hier gelijk, ik zie maar uit, mijn oor, die komt. En nou het hij verdwijnt, soos een groot speld. Ja. Weet jij waar die boete is, als jy die politie roept zonder reden? Nee. 2 dagen vangstraf. Als je is 4 dagen. Is het niet reden genoeg als ik mijn baas zie neem met de dolk in zijn rug? Jij zal dat aan die sergeant moet verduidelik. Maar mijn gewete is skoon. Skoon of te nie, hij zal soos 'n briesende leeuw wees, want jy het een mooi te ernstige siekbed laat opstaan, net toe hij bezig was met een dopje die koude koers uit te sweet. Dan is het aan my skuld. Ja, maar jy het hem nat gesweet laat opstaan. Ik was zelf nat. Gesweet. Ik het help geskreef, want ik het mijn baas gezien met een dolk in sy rug. Nou ja. Dat kan dat die verklaring wees, hè? Oh, nee. Ja. Geen aanleiding. Telke jy 2 lijken gezien, of 3, of 4? Ik heb 1 lijk gezien, met een dolk. Ah, zei rug, ja, ik weet. In elk geval, ik is hier ongesteld als met jou aan te komen. Nou, krantje en van melk koop, dan ga ik naar mijn woonstel toe. De enige verdere inlichting van juffrouw Ann Parker kan me 34 woonste verdieping. Goeienavond. Poging om je gerechte dwarsboom? 8 dagen tronkstraf. Man. Huh? Een maand tronkstraf. Monster! Ik word niet dood. Ik hou jou ik van onder 4 uur toisters aan kom. Lijkt het te zien. Ach, eindelijk is jij een gave mens, ou mens. Ach, nou ja, het is lekker om jou te ontmoeten. Precies, ik. Wat viel de mensen? Bij al die politie sommige voor een beetje sensatie. Nou, Oysteraan sy jou klein kry. Hy het al kwaier ouens getem. Oysteraan? Wie is die? Dis my baas. Dis die bijna verspeurig sergeant Hendrik Gryling van die moord en roof afdeling. Dis ook sy karakter, oyster en haan. Hy hou aan. En hy so taai soos 'n ratel. Sy foto was al baie in die koerant vir een van 'n moordenaar wat hy aangekeer het. Hy is famous. Al wat lief is bang vir hom. Behalwe ek. Nou, toe nou, Nen. Wat vertel jy my al? Ja, ek onthou die eerste keer dat saamgewerk het, 1962. Wat bly jou baas in die bed soos jy siek is? Diens is diens. Dag sê. Gezondheid, sergeant. Waar is die lijk? Het verdwijnt, sergeant. Wie het gevat?
Blijkbaar gevlug. Geen mens weet waar je niet. Waarvan praat je, man? Verduidelijk. Ja, die dame had ons gebeld het verduidelijk, sergeant. Naand, generaal. Wie is u, mevrouw? Mijn juffrouw, generaal. Die persoonskaart, alsjeblieft. Persoonskaart? Ach, moet toch net kijken, word ik het vreselijk lelijk gekom op hierdie kiekie. Hai, Gendini. Wat zoek jy hier? Hai, die wereld is al klein. Henny, Gryling, Hoenerkie. Waarvan praat jy dan? Onthoud jy my, die man en Parker. My liefste Anniekie dan. Dere, 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 dere. Ons bende, man, is dan het acht. Die wit basis. Leier, wie was er weer die leier? Tierlijk, jij was misschien leier. Onthou jij niet, man, mijn niggie was mijn Susie van de Merwe. En het was juist haar ma aan Alice voor die bakkerij gehad. Ach, man, onthou jij niet ons meringues gesteel het nie? Jy toch kuivie gauw. As die toe ek kan hoor dat jy een polisman geword het, kon ek my ore nie gloed. Nog minder my oe. Hou op, babbel asseblief. Het is nie nou een saak oor meringues nie, maar oor een moord. Hy, en toe was dat die keer met die matriek afscheid, onthou jy, ek was nog maar staan, het sê ek so blauw, so tuin, rop, ja, met strikkies. Jy het niks verander. Nog net so hardkoppig en noosel soos altyd. Gewonder hulle noem jou uisteraan. Shhh, uisteraan? Ja. Wie sê so? O, mensie. Uitstekend. Ons gesels later weer, mens. Het is seker, sergeant. Wat precies gaan hier aan? Jy het niks te sê. Luister, mama. Eerstens sien ek, soos ek jou nou hier sien. Ai, merkie. Sien ek, my baas, meneer Jan Rademan, met een dok en sy rug vermoor. Tweedens, bel ek die politie. Derdens, word ek flauw. Vierdens, toe ek bykom, is die konstabel hier met sy klein klaus en die lijk is weg. En vijftens, nou was nie een vijftens nie, dis al. Hoe verklaar jy die lijkse verdwijning? Ek verklaar het nie, ek leid het af. Jy het niks af te leid nie, ek maak die afleidings. Kies alweer vir jouself die lekkerste en die makkelijkste werk uit. Nou goed, jy word betaal om die lijk te kry, kry om dan. Ek het al genoeg belast om die hele politiemacht te onderhou. Ek slus in. Mens! Mens! Gaan soek die kantore deur. Wys my waar die lijk was as daar een was. Hy het hier gelê. So. Wel, daar is nou niks meer nie. Hy was hier, hy was hier, hy was hier. Wel, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie. Kijk my hand. Dis bloed, sien jy? Dis nie bloed nie, dis rooi ink. Rooi ink, saf. Jij het die poikie rooi ink omgestampt met jou slaaner. Ek? Ja, jij. Bel meneer Rademan sy huis en as hy by die huis is, gaan jy tronk toe. Van jy dank. Hai jong, jy moet nie jou neus so hard snuit nie. Jy kan jou dinge so blaas. Jou sinus. Hallo, mevrou Rademan. O, mevrou, dis Ann Parker, hier, hoe gaan dit? Nee, heeltemaal goed, dankie mevrou. Ach, oeh, is ik al iets opgedreest voor die opera, nee? Mevrouw, wat voer nou eindelijk op? Carmen, oh, tralalalala, tiri. Mevrouw, ik schaak niet om te zeggen, mevrouw, is meneer Rademan al thuis? Ik is niet. Mevrouw, weet u misschien waar hij is of wanneer hij komt? Zij weet niet. Met wie praat? Hoe is het met hom, mevrouw? Met die politie, mevrouw? Ja, mevrouw. Ja, mevrouw, daar is iets verkeerd. Mevrouw, die man... Nee, ik kan niet zeggen. Mevrouw, mijn oude vriend Sergeant Gryling wil niet graag met die praat. Net een oomlik, mevrouw. Mevrouw, niet die flauw woord of aflein nie, maar hier is nie, mevrouw. Maar misschien moet ik maar wel zeggen. Mevrouw, nee, ik kan niet zeggen. Mevrouw Rademan, speelder Sergeant Gryling hier? Ja. Kan je alsjeblieft onmiddellijk naar iemand zijn kantoor toe komen? Goed. Dank je, mevrouw. Geef mij een lijst van die personeelleden en waar ze wonen.
Mens. Sergeant? Spoor al die personeellede op en laat hulle onmiddellik hierheen kom, dis dringend. Gretjie Roos, by haar moedig. Toe nou! Ek skakel jou sound toe deur, hoor. Dankie, vrou. My honderkie, wat jy nodig het, is om te zweet. Hoe op, man, jy maak my duiselig. Begin nou voor en vertel duidelik alles. Ja, jy sal onthou dat my male weggetrek het van die sirkel af, Germiston toe. Ek stel nie belang in my verlede, die. Dit kan my nie skeel wie of wat ek vroeger geken het nie. Ai, sisjoene, wie is dan baie lelik en jy my nie wil onthou? En hy keer toe jou portret in die korant was, wanneer was dit nou weer? Ja, dit is jester. Ja, toe is ek so trots, sê ek vir allemaal. Sien julle daar? Dit is my ou maat. My ma het altyd vir sy moeder kleren gemaakt. Ons twee. Jy het een lang nek en blonde vlegsels gehad. Ja, ek heb afgesny, die blonde vlegsels. Jy het nogal verander wie. Jy was altyd so'n ronde duk sien. Jy nog so muzikaal. Dat is nie eindelijk nie. Ai, ek aan dink. Begin nou voor, juffrou Parker. Wat doen jy hier? Telefoniste en inlichting. Ek werk al donkie jare hier. Ach man, dan mag ek gaan voor steen maak. Gaarde ou jong dooi Alietjie, juffrou Parker. Hoekom? Ach, ek kon al lang al getrouwd gewees. My kers was te patterig, jongen, niks tussen die oore nie. Ja, weet ek soms bykie van intellectual. Ja, jy was my altyd te kieskeurig. Ah, ek is 2 jaar gelede amper getrouwd gewees. Ach, so. En met wie nogal? Ach, man, hy was so. So brein gebrande man met een snoep. Een aand by Clifton, is precies so middernag, sê hy vir my. Maak toe jou oogies, Skapie. Skapie maak haar oogies toe. En hy grijp my aansak, is dan my binnen nie seker doeps. Wacht, wat so snels daar aan? Jy? Is jy getrek? Ja. Kinders? Ja, 3 dochters. Ik hoop jy drink rooibos thee. Dis nou genoeg. Waar woon jy, juffrou Parker? Ach, noem my nou maar Annetjie. Nee, want ek wil nie, jy moet my hoenderkie noem nie. Okay, hoenderkie. Adres? Ga my 34 boonste verdieping. Ach, so. Jy het die enigste woonstel in hierdie gebouw. Ja. Dis interessant. Ach, nou wat so interessant daar aan? Het is een simpele woonstel. Ek en ek is die skiewe. Eerst op kantoor, laatst om te loop. En hier is ook elke maand op. Kom jy, meneer Rademan, goed klaar? Ja, soort van. Soort van? Maar jy is er nog uit van doen, Erkie. Versant. Versant. Jy is er nog voor, Kokie. Nee, dankie. Jy is nog uit van dat een Rademan en jy is een baie sympathieke man is. Baie kop in die skrim, jy weet. Baie mense wat hem gehad het, jong. Jy bijvoorbeeld. Ek is toch altyd hier gebleid om net zwaar te kry, nie? Ja, mens. Ek het gebel, sergeant. Allemaal kom. Behalve mevrou Roos. Proes, ek keir altyd by jou meisiekie langs aan mensie. Moet ek haar gaan haal, sergeant? Natuurlijk. En moet nie vir haar te veel vertel nie, hoor. Sergeant. Maak gauw die deur toe, wanneer ek die broeise bronchitis uit. Hoor hier, juffrou Parker. Antwoord nou kort en duidelik op my vraag. Wie is haar Logan? Senior Klerk, ou jong kerel. Hy is op die oomlik in die kap. Epsel jy. Freddy, hoe, hy is die junior klerk. Hy is mal oor sport en oor meisjes en alles mal oor hom. Oh, hy het so'n mooie stem wee. Klink soos a luidspreker op 'n stasie. S van 'n Berg. Meneer Rademan, sy privaat sekretarisse. Hoe privaat? Ach nee, kom, meneer, ou Susan is 'n baie ordentlik ou meisiekie. Sy studeer buitenmeers by Unisa, en sy maak grade en diplomas van mekaar soos poststep. Wie ek sê altyd sy kan beter lyk as sy net weet om aan te trek. Maar sal sy jou breinskirkie nou blaas in jou hand, sy sê 39. Maar ek dink, sonder om gemeen te wees, ek dink sy is 40. Maak 1 jaar dan sa? Tuurlijk, sy eeuwt is na jare. Self oor my 30ste jaar so paar mooie jaartjies sonder verjaardag gehad. Gaan voort, haar privaat lewe. Het nie. Ach, sy is op een verhewe soort manier platonies verlief op meneer Rademan. En hy? Nee, jong, hy hou meer van jong blaartjies soos die Griekie Roos. Aha.
Hoe soort dametjie is sy? Tikster, werk nou al 6 maande hier. Kort rokkies, kort beentjies, kort van verstand. Nou, mevrou Rademan. Oh, asseblief, juffrou Parker, wat het gebeur? Ach, mevrou, 'n misdaad. Is dit die slagoffer? Nee, mevrou, hy is van die polisie. Nou, wie's vermoord? Ach, is al lang stil. Stil, hoor, jy niet. Sweet. Ach, verskoon toch, mevrou, te vreselijke griep. Mevrou Rademan, die man is vermoord. Onmoontlik. Ja, mevrou. Die onmoontlike het gebeur. 'N bietjie tee, 'n bietjie koffietjie se doppie. Nee, los my asseblief, ek wil net my man sien. Ons sou hom ook graag wou sien, mevrou Rademan. Ek weer sien as die lyk weg. Dit is ongelooflik. Mevrou Rademan, ek sou u graag gepaard. Maar jy moet sweet. Mevrou Rademan, as getuie nommer 1 wil ek u 'n vraag stel. Wanneer het u die man laas gesien? Stilte! Ek stel die vraag. Jealousy will get you nowhere. Mevrou Rademan, wanneer het u die man laas gesien? Dis my vraag, mevrou Rademan. Wanneer het u die man laas gesien? Ach, honderkie man, ek probeer jou nou. Mevrou Rademan, hoe het u met die man oor die weg gekom? Goed. Nie dat ons mal was oor mekaar nie. Bietjie op 'n afstand. Min sentimentaliteit. My man was driftig van aard. En die aantrok? Ons was op pad opera toe. Ek het vir my man gewag. Juffrou Parker het gebel om te sê dat hy laat sou wees. Is dit waar, Juffrou Parker? Sou u sê dat u man vyande gehad het? Al wat hy gehad het? Die getuienis van mevrou Parker dui daarop dat die misdaad kort voor 5 gepleeg is. Waar was u toe? Thuis. Ek was alleen in my slaapkamer besig om te ontspan. Dis jammer. Ek het 'n skoonheidsmasker op my gesig gehad. En is nie juist iets waarmee mens rondloop nie. Nee. Kom, plek my dan in. Dis 'n bevel. Dis my so gedag, stupid is. Hier is my oorlede meneer Rademan se kant. Sant Hendrik Greiling hier. Goeienaand, kan ek u help? Hallo. Hallo. Die mekaarspel met 'n wandelende lijk en 'n babbelkous en 'n getuie nommer 1 wat haar so opwek. Babbel? Ek wanneer? Okay. Ek het nou net iets baie baie belangriks onthou. Ek gaan swyg. Om getuienis te verswyg word swaar gestraf. Is dit belangrik? Jy moet my help, Anetjie. Ter herinnering aan ons jong tyd. En daai matriek afskeid. Sê my wat jy weet, liewe Anetjie. Jy nie ook, Anetjie. Okay? Sit. Maar op jou oor. Waarheen gaan jy, juffrou Parker? Trou jy my dan nie, sersant? Stil! Dis gemeen.
keer ingekom. Dis die gemeen, dis slim. Jy het nie geweet van die geheime deurkie nie, het jy? Wat 'n geheime deurkie? Hoe het jy dit oopgekry? En hier's nog een. Dis interessant. Dis duidelik dat iemand dis meneer Rademan se kantoor van die gang af binne gekom het. Maar waar kom die splinternuwe sleutel vandaan? Die moordenaar het seker nie weer vergeet. Hy moes seker vinnig pad gee. Tensy hy dit as prins daar gelaat het om ons op 'n dwaalspoor te bring. Dit is nie waar nie. Ek gaan van my verstand af. Dit is lankal vir jou verstand af. Kom nou, kom nou. Ruk u reg. Ek het nog skaars met die ondersoek begin. Hoe laat het u die kantoor verlaat? 4:45. Vertel my alles. Ek wil alles weet. Kalm bly, juffrou Roos. Wat? Roos! Ek is Susan van der Berg. Excuus. Ek is nie daai terf nie. Ek weet soveel dinge van haar. Ek kan alles van almal vertel. Ek gaan meneer Rademan breek. Jy dalk 'n slukkie? Slukkie, mamma. Ek drink nooit. Ek is oor die natuur. My naam is nie Ann Parker nie. Ek miskien 'n dronklap. Klein heilige slang. Wat dan gaan broei zo? Moet je naar huis of jouw prehistorie gehoord met God? Hou nou op! Stil man, wacht, ik ben buiten. Ik zal niet doen zo. Stil! Stil jij op, jongen. Mijn hand is vol en rust door zijn. Nee, zeg niet. Het is nou genoeg. Juffrou van der Berg, hoe het u met meneer Rademan oor die weg gekom? Wonderlik. Uitstekend. Dat iemand net sê dis nie so nie. Charmante man. Intelligent. Ek kan dit nie glo nie. Waar is hy? Die lyk ek, ek wil hom sien. Waar was u so teen 4:50? Op straat. Ek loop huis toe, die dokter het dit al beveel vir my senuwees. Ek woon net onder kant die dieretuin. Die dieretuin was vol, daar was nie plek vir haar of nie. My juffrou van der Berg, sou u sê dat meneer Rademan vyande gehad het? O ja. Daar is altyd mindere geeste wat so 'n kragtige persoonlikheid haat. Meneer Rademan het nie tyd gehad vir onnooslus nie. En hy was omring van hebsugtiges. So 'n goeie en verstandige man. Hy het my 'n boks peppermint chocolate gegee op my verjaardag. Volgens u oordeel, wie sou u sê kon meneer Rademan so gehaat het dat hy hom sou vermoor? Jy hoef nie ver te soek nie. Wie trek voordeel uit die moord? Dankie. Dis 'n plesier. Wie gee u die reg om? U het u man nooit lief gehad nie. U daarvoor vergoed, juffrou. Mevrou het 'n vriend. Eerste ronde. 1-0. Hoe durf jy so lieg? Ken het. Ontken? Natuurlik ontken ek het. Een skandelike laster. Juffrou van der Berg is nog altyd verlief op my man. Ons lag ons altyd al dood daaroor. En wat die sjokolade betref, ek is jammer om u te moet teleurstel. Maar dit was 'n middedoos sjokolade wat deur 'n gierige niggie jaarliks aan ons gestuur word. Liewer om dit weg te gooi op my man. Telling! 1-1. Gelyk op. Mevrou van der Berg. U moet my 'n volledige verklaring gee. Die naam van mevrou Rademan se vriend. Meneer Salier. Ek gaan alles in die hof vertel. En hoe kom kyk jy na my as jy dit sê? Jy weet baie goed waarvan ek praat. Waarvan? Meneer Rademan het laas maand haar huurgeld verhoog, want sy was boedend en hulle het 'n vreeslike risiko gehad. Het al nou die dreigemente wat jy kwyt geraak het? Jy's te mal om los te loop. Dreigemente? Nee. Ek het nie gedreig nie. Ek
net gesê. Nou goed, meneer Rademan, ek wens dat iemand eendag vir u op die hoek van die straat inwag en u met 'n knop vir die pap slaan. Is mos nie dreig nie? Die konstabel sê vir my, meneer Rademan. Rademan, wat maak jy? Mevrou Rademan. En u meneer, wie is u? Sersant Admiraal Hoender Greiling. Speuter van die polisie. Senior of tenor, eerste klas. Hoop jy nogal op? Meneer Silje, een vraag en een antwoord, asseblief. Wat precies het u gedoen vanuit u die kantoor verlaat het, totdat konstabelmens u opgespoor het? Niks nie. Ek het die spaarwiel in my motorkar gepak, en toe sigarette by die café gaan koop, en daarna een biertjie gaan drink. Meneer Silje, het u een hoë achting gehad vir meneer Rademan? Wel, ek sal eerlik wees. Nee, ek kon hom nie verdra nie. Het u hom dalk vermoor? Nee, maar die moordenaar moes sy besoeker van 5:30 gewees het. Wie was dit? Geen idee nie. Wacht. Meneer. Zakken. Maar hy het nooit opgedaag nie. Ken jy hom? Maar hy het een vreselijke snaakse aksent. Ek dacht eers, hy maak een grap wie. Baie beste is een Hollander. Kon dit een valse aksent gewees het? Moontlik. Meneer Silje, daar word beweer dat u een diepe vriend van mevrouw Rademan is. Intieme vriend? Nee. Maar ek weet waar die pijl vandaan kom. Maar jy stry. Juffrou van den Berg maak 'n fout. As sy dink dat ek 'n verhouding met mevrou Rademan in die gang het. Ek respekteer haar. En dalk is ek verlief op haar. Wie weet. Oh, shame. Jammer om die skindertong van die kantoor te leer te stel. Hoekom het u na meneer Silje se woonstel toe gegaan? 3 maal per week. Ek het mos gesê, dis hy. Mevrou Rademan. Is dit waar? Ja, maar hy is nou op 'n dwaalspoor. Ek het gegaan om my ou vriendin wat my man my belet het om te sien te ontmoet. Dis al. Leens. Stil jy. Meneer Silje, het u mevrou Rademan se vriendin al ontmoet? Nee, nog nooit nie. Ek het die sleutel in die posbus gelos en dit dan weer daar gekry. Is juffrou Griekie Goos. En wat se sport is nou weer aan die gang? Is dit 'n grap? Meneer Rademan is afgestorwe. O, jippie, dan is môre vakansie. Mens, gaan staan onder en kyk dat niemand die gebou verlaat nie. Is gesant. Niemand is jammer nie. Almal is tevrede, dit is verskriklik. Mevrou Roos, hoe het u met die baas oor die weg gekom? Oeh, verdedig vir die vales, rats weg, vlug jou losse bikkel. Leonard? Omdat hulle jou nooit op 'n trein of 'n bus of in die queue knyp nie, moet jy nie sê daar is nie bus of queue nie. Skandelik. Op 'n dag het hy my vasgegryp in sy kantoor en my omhels. Oeh, gerille was 'n mooi een. Skies mevrou Rademan, maar dit is so. Edele Susanne Berg, het jy daar aangekom en alles gesien nie waar nie? Dit was 'n misverstand, hy het my alles verduidelik. Ek hoor jou, dit was 'n misverstand. Hoekom het jy dan gehuil? Jy het 10 minute lank hier op gesit. En toe ek daar inkom, het sy die brievenmes gegryp en gedreig om... Susanne, die slagoffer! Het jy die lijk gekry? Ja, Susanne. Mooi mens, waar? Hier.
Juffrouw Parker, daar was toen blijkbaar heel wat veel was goed uitgehaald gister. Na mij dood. Maar ik heb u gezien met de dolk in die rug. Ach, twak, man. Meneer Rademan, het is niet dat ik een tweelingbroer. Jammer, nee. Ah, is jammer. Ja, is treurig, maar is waar. Toen maar kost alweer mensen gaan die bloedkolen laten ontleed. Ja, goed. Dan zal je zien dat het een kolen is. Bloed. Lijkt voor mij jij de vakantie nodig. Ai, nee, weet je, meneer Rademan, die zo'n akkedeer moest hij met mij. Oeh, ik slaan uit. En ik brand sproeten en mijn neusstop af. En dan lijkt ik te naar. Oh, dan kan ik toch zo bedruk raken. Dan eet ik mij weer dood. Weet je dat ik mijn geld krijg? Weet je wat zei die Griek vanochtend voor mij? Hij zei, kijk eens op. Hou op om mijn broodje om je vinger te drukken om te kijken of het vast is. Het is vast. Wie je vrouw zien er in die suburbs wat gaan? En gloei jij nou dat ik dood is? Nee. Gisteren was hij dood. Maar ja, ik het weer verreis. Vergeet het nou. Ja, maar dit keer nog heb ik bewijzen krijgen, niet? Wat er bewijzen? Er is twee voorletters op. Jeepie. Niemand in hierdie kantoor, nie. Misschien is dit Glensen. Geef mij eens, ik probeer. Ach nee, wat. Ik nou zoveel moeilijkheid veroorzaak. Ik zal het maar vriezer zand geven. Juffrouw Parker, ik heb goed nagedacht over u. Goeie bedoelings, die dapperheid. En besluit om u daar die verlochting te geven waarvoor u gevraagd. Dank je, meneer Rademan. Zie je, die storm. We zullen het morgen met die boekhouder bespreken. Vergeet nog maar alles. Moet ik nog maar een ander bewijs trouwens? Wat een ander bewijs? Een knoop. Waar heb je dat gekregen? Onder die boek. Zijn aardig. Jij vergeef mij die bewijsstukken. Dan zal ik het voor die sezantje en dan zal hij niet meer voor die spot. Doe het. Wij geweten ze we nooit met rustlaan. Hij zei, jij zijn lafaard uitpakken. Nee, ik besluit, ik ga. Ik wil maar gehelp met je vrouw. Hij weet, die betekent dus hier recht over schat. Meneer Rademan, hier is die brief voor die Gerritsaam voor die advocaat. Dank je, vrouw. Ja, je maakt niet vordering, nee, juffrouw. Er is drie spelfouten wat ik kan zien. Ik sluit oor, tik, meneer. Doe maar, ik maak het zomaar met die pen recht. Dag, hè. Weer levendig is, is hij nogal menselijk. Ja. Lees. Man met mes en rug op mijn hoop. Die nachtbrief van moeder heeft constabels voor u en beste die lijk van een vermoorde man op een van die zuidelijke mijnhoop gevind. Hij is bepaald met een mes in die rug gesteek. Er is geen identiteitsdocument aan hem gevind en die politie zal onderzoeken. Nou, zelf dadelijk voor die Susan bel. Het is 11 graden. Gekke zelfs is boeien. Hallo. Hallo, Susan. Griek hier, Roos hier. Die tukste van meneer Rademan. Hoe is die gezondheid? Ach, man, zijn gezondheid moet zo niks aan mij te doen. Ja, dat is niets. En hier is mijn juffrouw Parker om jezelf te vertellen. Wat? Waarin moet zij vliegen? Hij is daarom te erg. Waar het jouw ma jou gekregen? Wie heeft van jouw manieren geleerd? Nou, dit is mooi nieuws. Hoe is het broers gaan te keren? Maar maak op jouw twee oren. Ik heb een sleutel gekregen met die voorletters JP daarop. En een prachtige knop. En dat is gelijk op hoop. Nee. Twee ordentelijke constabels het omgekry. Nou wil ik weet. Is daar een knoop weg van die baadjie van die lijk? En staan die voorletters JP iewers op die lijk geskrywe? Stom geslaan, hè? Ja, dit maak gauw, hoenderkie. Nou het ek voorrede gee vir ook, hoor. Denk jy die ou op die mynhoop is dieselfde ou wat hier was? Man, ek weet nie, ek soek nog een skakel tussen die twee dinge. Ik kom zo niet meer Rademan voor iemand anders aangezien het niet. Omdat jij ooit je ontdekking zo uitgezaaid van die moeder naar jou dop hou. Moet niet op straat gaan, nie. Moet niet roer, nie. Hij moet dat niet meer schrikken. Mens, ja. Goeie
bring hier die lappie terug. En ek weet nie of het bloedvlekke of inkolle is, iemand het geweier om het te ontleed. En hulle sê, aangezien meneer Rademan nog liewe is, dan nie meer Rademan saak nie. Nou ja, dank jou mees. Nou ja, dan is die saak afgehandel. O ja, het die sergeant is nou baie beter by vandag. Dis wat jy dink. Juffrou Anne het dan moet uitkom, omdat sy kastig nuwe leidrade gekry. Kastig? Wat se leidrade? Echte leidrade, ek is nie mal nie. Het ek een knoop gekry en een sleutel. Hoera, is my sleutel. Dankie toch, my sleutel. Jou sleutel van wat? Is die sleutel van my swaagse bromponie. Jeepie, ongelooflik Jan Posma. Dankie, mis en... Wat van die knoop? Laat sien? Nee. Net as hy het my kom van jou skoonsister se kamerjas af. Ek nam een ding om vir die sergeant te wys. Jy word dit nie verloor nie, juffrou Ann. En wat gaat hier aan? Konstabel, wat soek jy? Ek wacht net vir sergeant Gryling, meneer. En wat maak hy hier? Ek het hom hierheen ontbied nie. Kyk, wanneer die grap van my dood het nou lang genoeg aangehou. Ek waarskie julle allemaal. Juffrou Ann. Van half middel van Renen documenten onder in die kluis. Ek, meneer Adam. Ja, jy. Jy is die enigste een wat weet waar het is. Oh, dit is so donker dan, meneer Adam. Sê, vat my toorts. Alweer hysterisch. Wat is er gebeurd? Als het zo aangaan, stel ik voor dat jij bij een circus gaan aansluit. Die staat dan met mij besprongen. Mijn voren toegestampen. En toen pak aan mij. Mijn knop is weg. Ik is ontdekt. Ach, onzin. En ik zie die persoon niet meer herkennen. Man, al wat ik onthou is een groot, sterk, warm hand. Lieve, om te denken om zo omgestoot te worden en bevoeld te worden met de hand. Jaloers. Zal je die hand herkennen? Man, een hand in die donker is een hand in die donker. Is het interessant, kom. Vrou, wys by die bewyse. Hoe gaan dit met die griep? Bewyse leidrare onmiddellik. Hai, honder, kyk. Ek was in die kruis bezig om iets te soek. En toe ek nu sien, toe gryp iemand ou meisie se torch, stamp my voor en toe verwurg my amper, en in die donker is die knoop, pssst. Watter knoop? Ek het die sleutel gekry, sien, en toe kry ek die knoop. En toe lees ek die courant. Nou? En nou, wat ek nog net die courant. En die sleutel? Die sleutel behoort aan een mensie se swaarste skoot. En die knoop? Die knoop is gesteel. Heineke het op so veilige plek weggeberg. Verbeel jy nou om daar een ding te steel, nie? Ja, daarvoor het best moet nodig, nie? Ek mag jy self nie. Wat is die dadige story van die courant? Daar is een lijk. Een rechte lijk wat dood is op een hoop. Nou, as hy nou een dog is, dan kan ek moes my lijk wees nie waar nie. Ja. Ja. Je verpakker hoe die knoop gelijk. Want het was tamelijk groot en nogal mooi. Het was van leer en in die middel was het zo gevlecht. Lijn. Je weet dat je op bewijzen beter oppas. Hoi, ik niet gedink hulle wil my bewijsstukke hee, nie. En wat het jy dan gedink wil hulle hee? My onskuld. Gou, ek wil met Gous praat asjeblief. Gous, Gryligie, jy het die lijk gesien wat hulle van die mynhoop ingebring het. Ja, was daar een van die knope weg? Daar was. Hoe die knope gelijk? Goed, ek hou aan. Daar blijk wat een weg. Sneek, jy moes gesê. Zwart leer, zwart. Ja, van leer, vervlak. Blij stil, man. Hou op met die horrelpijp. Nee, excuse.
Ek praat met die ou vrou wat die knoop gekry het. Ou vrou? Wie is jou ou vrou? Sy dans hier rond soos 'n springhaas. Ja, jy's reg. Sy is waarskynlik in doodsgevaar. Ja, nou wonder ek ons beter haar dop hou, anders word sy ook van die gras afgemaak. Nee, sy dans nie nou meer nie, om die waarheid te sê, sy lyk 'n bietjie groen. Ja, goed, ek sal 'n konstabel hier laat. Dankie, Gousie, hoor. Juffrou Anne, ek wil verdere feite oor die JP kry, maar ek gaan langsaan bel, want jou mond is te groen. Ag, nee, ek wonder, ek gaan nie alleen. As jy weer bewyse kry. Dan sluit ek die twee en ek draai die slot toe. Lyn! Waar is die lyn? Middag, papa. Is my man besig? Nee, my vrou is uit. Wie sit so? Is alles nou afgehandel? Nee. Is dit die einde nie? Die polisie was weer hier. Maar ek het niks gesê nie, hoor. Het hulle iets gekry? Nee, hulle nie. Ek? Ag, ek sê nou vir u gesê, maar ongelukkig is dit 'n geheim tussen my en die polisie. Hy vertroulik. Hulle sal niks kry nie. Maar daar is iets gekry. Twee goed. 'N Sleutel en 'n knoop. Maar ek sien niks verder nie, hoor. Silence is golden. Ag, maar die sleutel behoort aan 'n konstabel mense swaarse bromfoon nie, man, en die knoop is uit my rok uitgesteel. Sies, Santie. Hoender? Hoenderkie? Meisie soek jou. Wat het jy nou alweer verloor? Wat soek jy hier, mens? Sergeant, ek het net die lappie teruggebring wat hulle nie wou ontleed nie, sergeant. En toe gee mes en vir my die sleutel. Ek dacht eers as hy brompolis die sleutel van my swaar wat ek verloor het, sergeant, maar dit pas nie. Hier op die ander kant staan uitgeskrywe. Is te vaag. B.E. Peppler. Wat sê? Je iets. Je Peppler. Wat een keer, mevrouw Rademan? Ik weet niet, ik voel naar. Is zeker iets wat ik geëet heb. Ik moet gaan. Net een oomblik, mevrouw Rademan. Ik wil u net een paar vragen stellen, alsjeblieft. Goed. Maak net gauw, alsjeblieft. Ken u je Peppler? Ek weet nie, ek ontmoet baie mense. Moenie onder bekende soek nie, mevrou, nader aan nie. Goed, ek ken nie J.P. Peppler nie. Is net so wel, arme man. Ek het so pas van hoofkantoor verneem dat die vermoorde van die mynhoop 'n Julius Peppler was. Mevrou Rademan, was Julius Peppler u vriend? Ja. Het jy hom onlangs gesien? Ja. Het jy ruzie gehad? Nee. Ek moes hom vanoggend weer sien. Ek is onskuldig. Sou u sê dat die man uit jaloesie twee daarvan uitvind? Nee. As Peppler hier vermoor is, hoe kon juffrou Parker hom dan met die man verwar het? Dis onbegryplik, hulle is so verskillend. Verskoon my, ek het hulle nie verwar nie. Ek het meneer Rademan gesien, niemand anders nie. Meneer Rademan, ken u Julius Peppler? Nee. Jammer, dit is onnodig om te ontken, u vrou het reeds met alles op die lappe gekom. Ek sweer dat ek nog nooit met Julius Peppler gepraat het nie. Tevrede? Ja, ek is tevrede vir die oomblik. Vrou van die Hollander. Daar word beweer dat u eergister 'n afspraak met 'n Hollander gehad het, 'n meneer Zakken. Kon dit dalk Peppler gewees het? Sekerlik nie. Hoe kan jy so seker wees?
Omdat ik hier een brief van zakken heb waarin hij afspraak met mij gereden. Hij heeft voor mij gezegd dat mijn vrouw zijn vriend is. In de vergoeding van de 1000 pond natuurlijk. Hij heeft net niet opgedaagd. Nee. Die machine waarop hier die brief getikt is, heeft een verstelling van slag nodig. Hoeveel tikmachine heb je in die kantoor? Ik klom maar niet Griekjes in werk, maar ik kan ook niet spellen. Aha, een en diezelfde tikmachine. Wil u beweren dat een van mijn personeelleden daar die afpersbrief geschreven heeft? Het is natuurlijk moeilijk, tenzij u dit zelf getikt hebt voor een alibi. Meneer Rademan, trek uw baaitje uit, dat ik kan zien of daar een meswond in die rug is. Nee, schoon. Daar is je bewijs. Iemand wil mij een verleendheid brengen. Toen stel hulle zelf aan mijn schoenen. Is dat nou duidelijk? Ik weet. Stel. Stel. Skak. Die hele zaak draai om Peppler zijn dood. Voor die laatste keer, ik heb meneer Rademan gezien, niet meneer Peppler niet. Juffrouw Parker, voor die laatste keer, jij hebt jou vergis in die halfduister in die kantoor. Moet u geweten dat het halfduister was? Hoe het u geweet dat ik nog niet die lucht aangeschakeld heb? Ik heb mos mijn woord van eer gegeven dat ik daar iemand nog nooit gezien heb. Ik bedoel, een levende leven nu. Betekent dit, als ik hier recht verstaan, dat hij om dood gezien heeft? Is dit wat het is? Grijp een mens! Mensie! Kom nog! Hij is amper niet tijd. Ons moet
Luister, Goldie. Dalk sê hulle iets van 'n rademan se lijk. Hoe nie is misschien meer 'n lijk nie. Ag ja, wat van die wereld. Die voeten van mij is klaar. Juffrouw Bakker. Juffrouw Bakker. Goedemiddag. Juffrouw Anne voelt niet te lekker nie. Het enige van u geweet dat meneer Logan gister al van die Kaap teruggekom het? Moes ons geweet het? Niemand het geweet nie. Ek het geweet. En jy het my niks gesê? Jy het my niks gevra nie. Ek het jou gevra. Jy het my die eerste dag gevra, toe was meneer Logan beslis nog in die Kaap gister iemand nie gevra nie. Hoe het jy geweet dat meneer Logan terug is? Ach, maar hy het gebel om te sê dat hy paar daar stilletjies verlof gaan neem. O ja, en hy wil weet hoe wanneer ekstra kaartjie vir die stoei is. Nee, hy is mal om ons stoei. En ons dis genoeg. Ons... Het jy om enige iets vertel? Wat? Men sal weer belaglik maak, nee dank. Jou onnoosele papegaai. Jy moes hom alles vertel het. Dit het.
vreselijk. En net toe ek my mond hou, sien jy? Ek beveel jou om te swyg as jy niks het om te sê nie. Maar ek beveel jou om te praat wanneer jy swyg as daar iets belangriks gesê word in plaas van dinge te sê wat jy moet verswyg. En jy word verstaan wat jy gesê. Man, jy praat as jy moet swyg en jy swyg as jy moet praat. Maar jy moet vir my 'n lys opstel. Ek droom al wat ek met hierdie ondersoek kon gedoen het sonder jou. Ondanks 'n wêreldsloon. Kyk op het meneer Logan Street wil gaan. By the way, wie toe gewen? Hou my vas of hier vind 'n moord plaas. Regimente? Goed. Nee, kijkie. Ek het een keer een speurvraag gerees. En die moordenaar was niemand anders nie as die polisieman in bevel. Jy is die moordenaar. En jou motief, publisiteit. Hai, jylle, hier is dit. Additionele getuienis dat meneer Logan wel iets geweet het wat sy dood beteken het. Hy het gisteraand 'n vriend gebel, 'n advokaat, en om raad gevra. Ongelukkig het hy geen verdere besonderhede gegee nie. Behalwe dat hy 'n afspraak gehad het met 'n gevaarlike klant. Snaaks dat hy toe hierheen gekom het. En toe is hy doodgesteek in die huisbak. Ja. En toe kom sien, toe skrik so groot dat die pin melk laat val, en toe ek flou word te sny die bottelstukke my amper byna deur. Het is jammer dat die bottelstukke nie amper byna jou tong uitgesny het nie. Ai wee jou mense, ek en nou Logan het so goed. Gaan jy nou stil bly of wil jy vermoor, versmoor, gehang of verwurg word? As iemand my mooi vra om stil te bly, dan bly ek stil. Baie dankie, hoender. Kom my vrou. Ek sien die saak so. Die skuldige, laat ons sê, X, het besef dat hy 'n mooi sommetjie geld kan maak deur meneer Rademan af te pers. Hy wil aan hom die naam van mevrou Rademan se kerel, vriend, verkoop. Arme Peppler. X, ons moordenaar, besluit om vir Peppler ook af te pers. Maar Peppler het begin lontryk. Ja, hy het agtergekom wie die moordenaar, wie die afperser was. Iemand in hierdie kantoor. Peppler besluit toe om ondersoek te kom instel, maar hy word doodgesteek. Nou is X verskrik. Wat moet ek met die lijk maak? Gelukkig is daar twee sleutels vir die klein deurtjie en X sleep die lijk in meneer Rademan se kantoor en lê hom op die bank neer, nadat hy meneer Rademan aan die slaap gemaak. Peppler se knoop en sy sleutel val agter die bank in, waar juffrou Anne dit later kry. Toe meneer Rademan bykom, vind hy die verskriklike besoeker in sy kantoor. Peppler, die vriend van sy vrou, dood op sy bank in sy kantoor. Jy het dit al gesê, hoendertjie. Wat nou? Rademan word paniekerig. Daar is net een genade. Hy moet voor juffrou Anne verby. Maar hoe? Dan onthou hy dat juffrou Anne sommer gou-gou omdop. Hy besluit om haar bang te maak. Hy steek die dolk wat altyd in sy kantoor hang in die rugkant van sy hemp, strompel die kantoor binne voor juffrou Anne se oë verby. Juffrou Anne is nie mal nie, nie heeltemal nie. Sy het wel degelijk meneer Rademan gesien, maar doodgesteek. Sy het haar verstaanbaar genoeg in die halfdonker vergis. My karakter is weer skoon. Soos Rademan beplan het, word juffrou Anne flou. Hy sleep die dok, hy sleep die lijk van Peppler uit en gaan gooi dit op die mynhoop. Maar hy het nie rekening gehou met Bubblecoast nie. Nee, sy besluit toe mos om 'n vroulike Sherlock Holmes te word. Call me Trinity. Met 'n sleutel en 'n knoop
laat sy die hele saak weer op die lappe kom. Rademan word paniekerig. Hy steel die knoop van haar, maar hy laat dit uitglip dat hy Pepper dood gesien het. Dis 'n bekentenis. Hy vlug. Maar X loop nog rond. Rademan is nie die moordenaar. Hoezo? Die bewys is toch die tweede moord. X vind uit dat Logan iets weet. Hy maak met hom 'n afspraak, hy wil hom omkoop. Maar Logan wil nie byt. Logan besluit om met sy inligting na juffrou Anne te kom. X lê hom voor en steek hom dood. Ag man, ek sou die mekaar met al die X. Is dit meneer X of mevrou X? X is net die denkbeeldige naam vir die moordenaar of moordenares. Meneer Rademan? Hy is natuurlik onskuldig, onnoosel. Dan kan hy vrygelaat word, dan dankie toch. Weet jy dan waar hy is, juffrou Baker? Boe julle koppe. Jan? Wiele fooi? Die wiele nie fooi. Gustavo, gedraai jou. Wat sal die man sê? Ek is jammer dat jy so laat skrik het, juffrou Parker. Ja, ek het wel degelijk geweet, is een man saam. Stoute. Maar mense, ek het een verrassing. Een splinter nieuwe leider. Maar voor ek een woord kan sê, moet ek asseblief eerst my werksplek in die kant maak. En ek het die hele paar uur nodig, ek moet alleen wees. Is jy nie bang mee, hoor? Sien jy, juffrou Parker. Cheerio, good luck, hoor. Jy speel met vuur. Pa, Annikie, skree as jy my nodig het. Tot ziens, juffrou Parker. Sien jou môre. Kom, mens. Alleen jong vanavond ga jy sport sien. Ek verstaan nie wat aan gaan. Nou kyk, die moordenaar of moordenares loop nog rond. En nou gaan hy soos 'n gebraaide haan in my skoot pap. Ek het ons gesê, ek het 'n nuwe leider. Ja, as dit iemand is van die wat hier was, sal hy, sy, my uit die pad uit wil kry. Weer sy mes wil gebruik. Nou ja, met 'n bietjie geluk sal hy binne 5 minute terug wees. En my met sy dolk kom deurboor. Jy moet, Annikie, en jy sleep. Net zo, net zo. Maar Annikie, sê maar iets. Gaan jy nou op met die Annikie van jou? Moet nou moord op handen, hoenderkie? Dat jy daar niet trek af, kijk. Ja. Da-d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 a
moet nou sommer seker maak alleen is voor hy my dood maak, nie, jy gaan in my spensie werk. Moet, man. Jy is baie diep in tyd, man. Hier is niet eers een venster, nie, ek sal versmoor. Ach, moet nie lawees, nie. Kom, man. Hoor jy so, sê maar die gaslinder ontplof. Ach, ja, jy kijk. Ach, nee. En hoor jy? Die papegaai gaan my dood bij. Nou, buit om terug, kom nou. En luister, sit af die lucht. En jy moet nie slaap raak, nie, hoor. Net nou kry jy my hier met die dolk in die raak. Logan is vermoor. Daar, onder my twee oor. Nou, toe kom nou Rademan, hy tel my sy hele story, ek kry hom te jammer. Wat sy jy gedoen? Huh? Kortie? Kortie? Barry voor Blik. Hoe hij is niet hier. Je ziet, mijn lieve Annikie. Ik denk het begin toen Pepler mij gevraagd voor de onderhoud met mevrouw Rademan. Ik heb toen mijn woonstel aan haar geleend. Tegen een klein vergoeding.
De verstikte band. Ik had hem begin afpers. Toen hij verleden week niet wou optoppen. Hij mij met die politie gedreigd. Idioot. Ik had besluit om zijn naam aan Rademan te verstrekken. Tegen een klein vergoedingje. Rademan het geval voor mijn Hollandse accent. Zak. Jij. Echt waar. Serieus, oh, Pepler. Rademan was bereid om te betalen. Maar ongelukkig heeft Pepler om diezelfde middag gaan zien. Hij heeft niet als een uitgevonden dat ik van die geld verduisterd heb. Toen ik voor Pepler in die gang ontmoet, moest ik vinnig gespeeld. Het bleek toe dat Logan mij weggegeven, die vark. Geldverduistering is een ernstige zaak, mijn lieve Annie. En nog boonop afpersen. Ik heb klaar gespeeld met Pepler. En die baas wordt rondom met een beetje eten. Logan. Wat voor Pepler gekend het, heeft begin lontruik. Hij heeft eerst voorgegeven om samen te spelen. Maar jou toch probeer waarschuwen. Ik heb hem achtervolg en in die reisbak stilgemaakt. Wanneer ga je nou op hem die gaan stilmaken? Is er niet? Zodra jij ook stil is, mijn lieve Annieke. Help! Help! Help mij! Help! Ik heb slecht benieuwd voor jou. Ze is aan het kleine met elke woord voor wie gezegd. Ik kan mij uitkomen, honneur! Honneur! Help mij! Maak ook die deur in die naam van die gerecht! Maak ook die deur! Ik kan niet eens te sterk! Serie alleen als je boel. Toen sluip ik ziekjes maar even aan trappen. Pas zet die andere kant zijn uil op een kluit en wacht. Wie is Doep? Doep, die kan maar aankomen, mens, dat is behoorlijk. Dat is nou Doep en dat is maar zijn. Dat is die privaat speler wat meneer Rademan aangesteld had om zijn vrouw te achtervolgen. Ons speelt altijd samen pinball. Ach, nou. Maar jij lijkt niet zo'n kerel wat ik gehad heb. Hij was waterfiscaal op Van Wijk gesluit. Wat blaas ik jou nou? Kijk nou, mors, jongens, allemaal zijn tijd voor jekie. Van Wijk! Ik hoop wel eens dat jouw foto in die couranten mis uit. Ja, dat je met dat plat poort zal trouw. Mannetje, die ouwe wat een strop op mijn nek. Als ik me nog geboren. Waarom ik? Wat is die papa? Waarom ik? Mijn moederkie. Jij was dapper geweest, Annie. Zou jij nou ophou om skaam te wees om te erkennen dat ons vrienden van ons jeugdtijd af is? Van ons kleintijd, hè? Ja. Ja, joh. Vrouw en jou kinders, als ik jou baie trots wees op jou. Annie, ik heb veel gejok. Ik heet niet een vrouw, nie. Kinders. Hoe kom je zo gezegd? Ach, man. Ik heb gedacht, ik is maar een nat hoener. Wie wil met de plat poot trouw? Dit verander is alles. En jy het in die seinste paar plat poot in my wit satijntjes by die matriek afskeid vijfters gedraag. Dankie, man. Jy het behoorlik gepropoos. Nee. Ja. Jy het my al hierdie jare op die rak laat sit. En jy speelt my nog een laaste bal. Zou je mij vergeven? In verwaarde. Het is voor jou schrik al jou. En ik vraag je om met de trouw. Dag en nacht. Je dreigt alweer. Die. 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 Die.
betere as koudrankje. Drink twee. En ek wil duisende wit limoenbloesels hê. Ja. Anna, Johanna, Susanna, Parker. Neem jy hierdie man as jou wettige eggenoot? Ja. En Hendrik, Goliath, Orgeiling, neem jy hierdie vrou? Ja. Thank you.